Dames en heren, dit is een moment om niet te vergeten, om nooit te vergeten. Dit is een bewijs dat wonderen bestaan. Medische wonderen. Breng ons naar Wembley. Sterkte. Abi staat op dat bord. Woensdag is het precies 1 jaar geleden dat bij deze donkere Fransman zijn lever werd getransplanteerd. Hij kreeg zijn nieuwe lever, althans een gedeelte daarvan, van zijn neef. Want die had dezelfde bloedgroep. Zijn laatste wedstrijd, 29 februari 2012, Duitsland-Frankrijk. En zijn laatste wedstrijd voor Barcelona was Atletico in Calderón tegen Barça. En nu, vandaag, op 6 april 2013, is Erik Abidal de enige voetballer bij wie een lever werd getransplanteerd, weer terug. En niet zomaar in een caféaftal.